dames en heren, we zijn nu aangekomen in Zwitserland. Supermooi weer, de zon schijnt. We zijn hier in Neuchâtel voor Groove Sessions. Ik heb daarvoor vijf jongens uitgenodigd om mee te gaan. Waarvan ik denk van hey, die verdienen een kans om eens wat vaker op een internationaal podium aanwezig te zijn. We zijn eigenlijk alle vijf gewoon upcoming in Nederland. We doen het lekker op Nederlandse jams. En ja, daar zien we elkaar wel regelmatig. Dus ja, het is niet dat we elkaar nog niet kennen. We wisten wel wie we waren, maar ja, je leert elkaar op zo'n trip als deze wel een stuk beter kennen. Het is misschien wel een van de eerste keren dat ik met andere mensen samen dansen, buiten mijn groep om. En deze mensen zitten ook wel gewoon vrij op hoog niveau in Nederland, dus. Ik denk dat we allemaal bij elkaar een soort van op hetzelfde punt zitten in onze breakcarrière, zeg maar. Iedereen heeft een bepaalde hongerigheid en iedereen is gemotiveerd. En we zijn allemaal ongeveer even oud, dus we lachen veel. En het is heel tof om met deze boys op pad te zijn. Ja, het is altijd fijn om anderen wat beter te leren kennen dan puur alleen als je ze één keer in een battle ziet en daarna een biertje gaan drinken. Ook puur even wat anders dan het alleen maar over break hebben. Ik kende de jongens allemaal al gewoon wel bij naam en van hun dans, maar niet per se op een persoonlijk level. Dus het is wel leuk om hier te zijn met z'n allen. En uiteindelijk wel erachter te komen dat we gewoon, we hebben heel veel dingen gemeen. Niet alleen onze dans, dat brengt ons samen, maar ook wel meerdere achterliggende dingen dat ik nog niet wist. Dus. Groove Sessions is een concept van een breker uit Zwitserland die bedacht heeft om de traditionele battleconcepten wat op de schop te gooien. En nou, bijvoorbeeld dan dit jaar weer een combinatie maakt van een volwassen breker met een kind. Dus ja, gewoon creatieve concepten uitrolt in de scene. En dat is eigenlijk wel heel tof. Wat er nu ook bij zit is een crew battle. Ik weet niet of ze dat voorgaande jaren ook veel hebben gedaan. Maar ja, dat vind ik sowieso wel heel tof om er gewoon extra bij te hebben. Ja, zeker voor onszelf ook nu hier zijn, dat we die gewoon lekker mee kunnen pakken. We hebben ons net ingeschreven en nu gaan we de zaal checken. Omdat we met de groep zijn, is voor mij ook de crew battle dan de main focus. En de one-on-one is gewoon extra. Ik loop hier net binnen, ik zie die vloer en denk damn, dit is echt wel nice. Ik zie een van die kleine kiddo's gewoon gekke power moves gooien. Hadden we denk ik best wel een goed gevoel erover. Ik denk dat we ook allemaal wel het idee hadden dat we door die qualify waren. Nou, uiteindelijk ook gelukt. Maar we zijn daar. Ik denk dat we het stiekem ook wel een soort van ergens hadden verwacht slash gehoopt. Want we hebben wel een goede kwalificatie gedaan. Maar lekker. De eerste battle in top 8 was tegen Kids. Ja, dat was wel even een dingetje natuurlijk. Allemaal van die kleine kinderen die de meest erge dingen gooien. Er zit best wel veel algemeen publiek in die zaal. Ja, die zijn natuurlijk allemaal van die kids en die zien power moves, die zijn heel hype. En iedereen gaat helemaal los, natuurlijk. Het voordeel is wanneer ze klein zijn, dan heb je weinig gewicht wat je moet meegooien. Ik geef liever kinderen les dan dat ik tegen kinderen ga lopen battelen. Ik dacht eigenlijk dat we vanwege de politics misschien wel zouden verliezen. Want het zijn allemaal van die schattige kinderen en hun level is gewoon insane. Ik zeg boys, niet inhouden, want dat is iets wat ik vaak zie. Is van, ik moet tegen kids dansen. Daar kun je ook niet echt tegen battelen, want die kids zijn super jong en die vinden het waarschijnlijk super spannend om op die vloer te staan. In mijn hoofd was ook geen twijfel mogelijk dat ze verliezen, maar toch heb je altijd dat stemmetje achter in je hoofd die zegt van, ja, je weet niet man, die kids zijn toch echt wel
echt on another level wat betreft power moves. Maar hun zetten gewoon een veel completer plaatje neer. De energie zat ook. Nou ja, dat werd beloond. Dat werd gezien door de jury. Ik vond het wel terecht hoor dat we hem hadden gewonnen. Want we hadden gewoon meer diversiteit dan die kids. Maar ja man, die kids deze dagen zijn insane. De halve finale moesten we battelen tegen Staal en Vaders. Een van de werelds beste b-boys, Stripes, die zat er ook bij. Ja, dan weet je, dat wordt gewoon heel moeilijk. Die jongens zijn heel erg op zichzelf gesteld. Hebben een skillniveau wat super hoog is. Ze hebben veel ervaring en naam opgebouwd in de afgelopen jaren internationaal. Dat was ook een van de invites. Onze kansen, het was meer, we moeten gewoon alles geven wat we hebben. Het ging er goed tegenop. Als in breakdance woorden, we waren niet gesmoked. Ze moesten zeker hard werken om ook van ons te winnen. Maar ze waren net gewoon wat sharper, wat beter die dag. Het heeft ons wel weer motivatie gegeven. Ik vind dat ze het supergoed gedaan hebben. Het was absoluut geen pak slaag wat ze kregen. Ze hebben echt gerepresenteerd daar. Dus dat is heel tof om te zien. En uiteindelijk het resultaat is dat zij de enige crew zijn die de top 4 gehaald hebben die niet geïnvite zijn. En dat was gewoon een, wat ik noem, een bende van ellende. Gewoon een paar boys die samengesteld zijn en alsnog zo hard weten te rocken. Wat ik van de vloer vond, ja, absoluut niet de mijne. Binnen mijn break doe ik wel redelijk veel slides. En die vloer was super stroef, niet mijn ding. Dus ik moest ook echt heel specifiek zijn met de dingen die ik wel en niet moest doen. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje jammer. Want je wilt toch op zo'n podium, vooral wanneer je dan bijvoorbeeld met crew battles heel ver komt, toch wel je beste punten laten zien, dat je weet dat het gaat tellen. Daarna hadden we de solo qualifiers, waarbij ik niet wist dat het een top 8 was die doorging, maar ja, toch wel. Het ging bij mij een stuk minder, baal ik stiekem ook best wel erg van, ja, daarom ook niet door. En ik vind het belangrijk om even met ze te reflecteren met een aantal vanuit, oké, maar waarom niet? En dat je, om hun ook een beetje het gesprek aan te wakken hoe zij in een break ontwikkelen. Bij mezelf ging het allebei goed. Timo, zijn kwalificatieronde voor 1-1 was ook weer goed. En toen had ik al een beetje vermoeden dat Timo en ik de meeste kans maakten uit ons team om door te komen bij de 1-1. Toen zagen we dus dat Divano HD en Timbo door waren. Nou, dat was natuurlijk gewoon tof dat er in ieder geval twee door waren, want het was best wel heftig die 1-on-1 kwalificatie om daarin op te vallen. Het ging in totaal om 8 spots, dus ja, ze hebben toch wel een kwart van alle spots gepakt. En ja, dat vind ik wel dope. Ja, dan moet dat gevierd worden. De beste manier is eigenlijk gewoon bier te drinken. Dus dat hebben we ook gedaan. En ja, dat was wel laat geworden, want dat was 5 uur. Uurtje of 5 waren alle b-boys die waren al weg. Dus ik en Neil en Jair gingen terug naar het hotel. Maar we liepen langs het meer. Dus we hebben eerst even een duik gedaan om de avond mee af te sluiten. En vervolgens zijn we gaan pitten. Zondag stonden een paar boys met een kater op. Ik ook. Ik heb natuurlijk gewoon in mijn boxer gezwommen. Die was ik vergeten uit te doen. Dus ja, ik werd vanochtend in de natte boxer wakker. Gelukkig niet van het pis, maar van het water. Toen gingen we naar een workshop. Ja, dat was best wel grappig eigenlijk, want dat was van Rob en Stripes. Daar hebben we gisteren van verloren in de halve finale. Zijn we best wel high-level b-boys. Dan komt mijn ego naar boven. En mijn ego zegt eigenlijk van ja, dit is zeg maar mijn concurrentie. Gelijk al in your face, dan de dag daarna een workshop ervan volgen. Ja, je vertelde wat over go-downs en de manier hoe hij breaks zag. Vond ik op zich wel interessant. Maar daarna kregen we een workshop van Rob. En dat ging echt voornamelijk om creëren en hoe zij het doen. Dan zie je ook wel echt van dat heel die style invaders op die manier creëren en breken. En dat vond ik heel lauw om dat te zien en te horen hoe zij dat deden. En ja, we zijn eigenlijk heel die sessie gewoon aan het creëren geweest met Rob. En er zijn best wel toffe dingen omhoog gekomen. Daarna hebben HD en Tim zich klaargemaakt voor de solo, of ja, de 2-2 battles met hun kids. Die worden eigenlijk random bij elkaar gegooid vanuit een 1-1 kwalificatie. Dus wat ze deden was gewoon een lijst aan de adults en een lijst van de kids gingen ze gewoon eigenlijk een beetje loten en zo werd je samengevoegd. Nou, het bijzondere is dat je gepaard wordt met iemand die je niet kent. En of dat nou een kind is of een volwassene, dat maakt denk ik het verschil niet zo, want die kinderen van tegenwoordig zijn insane, weet je, dat level ligt gewoon ook heel hoog. Ik werd samengevoegd uit iemand uit Frankrijk, uit een kind uit Frankrijk en ik heb hem nog nooit gezien.
En hij kon ook geen Engels, zijn vader kon ook geen Engels, dus het was, communiceren was ook al lastig. Ik weet helemaal niet wat hij kan. Ik kan het ook niet met hem communiceren, want hij kan geen Engels. Dus dat was een beetje lastig. Ik kan natuurlijk wel communiceren met dans. Dat blijft natuurlijk wel het mooie. Dus op een gegeven moment ging mijn partner deed een move waar hij een clap deed. Nou, dat is op zich wel logisch als ik dan met hem meedoet, want ik ben zijn teammaat. Dat jongetje waar ik mee was zondag, ik wist gewoon niet wat hij kon. Dus ik kwam er eigenlijk pas achter wat zijn skillset was op het moment dat we in die battle stonden en dat hij zijn run deed. En eigenlijk op die manier voelde het ook wel een beetje als een soort 1-tegen-1 battle. Ik tegen North Diamond en dan dat jongetje tegen dat andere jongetje. Een soort van 2 1-tegen-1 battles in één. Zijn tegenstander North Diamond, ja, die is zo strak. Dan heb je gewoon een moeilijke battle. En ik kan 2 kanten opvallen. Of je klapt zeg maar dicht aan als danser, omdat je denkt van ja, ik kan toch niet winnen. Of je denkt, als ik deze win, dan, weet je, dan heb je meteen die naam gemaakt. En ik zag bij Timbo dat tweede heel erg gebeuren, want hij heeft gewoon een paar klappers gegooid. Nou ja, uiteindelijk niet gewonnen, jammer genoeg. Maar hij heeft wel laten zien wat hij in huis heeft. De uitkomst van mijn battle vandaag was 2 stemmen tegen en 1 was gelijkspel. Had ik op zich wel verwacht. Zelf dacht ik aan toen ik op de vloer stond of het is 3-0 of 2-1. Dus ja, dit zat eigenlijk gewoon een beetje tussen. Ja, ik had op zich wel goede tegenstanders. Alleen ik denk waarom de jury voor een tegenstander had gekozen, is omdat de tegenstanders waren meer op één lijn qua level van break dan mijn teamgenoot en ik samen. Ik denk dat bij ons het verschil qua breakniveau gewoon iets groter was. Waardoor de jury's dan zijn dan misschien toch meer sneller kiest voor een team die gelijk staat aan elkaar dan inderdaad ja, wat we grotere afstand. Ik kan wel inzien waarom wij zondag verloren hebben, maar dat is denk ik alleen maar goed voor mij dat ik dat inzie en dat ik daaraan kan werken en de volgende keer het beter doen dan deze keer. Maar het was wel heel tof. Het leuke is, want ik kende de gasten allemaal, maar ik kende hen eigenlijk eerder voor hun dans dan op een persoonlijk level, maar nu ik hen wat beter heb leren kennen, zie ik ook gewoon meer hun karakters in hun dans terugkomen. En dat vind ik eigenlijk gewoon wel heel leuk om te zien, dat uiteindelijk hoe beter ik ze leer kennen, hoe meer ik ook hun dans begrijp. Ja, eigenlijk in een hele korte tijd zijn we naar elkaar toegegroeid. Als in, die klik die kwam uiteindelijk vanzelf en dat is niet vanzelfsprekend. Ik denk wel dat we een soort homies zijn geworden. Ja, we kenden elkaar wel allemaal vanuit de scene. En toen ineens moesten we 10 uur met elkaar in een busje zitten. Ik denk wel dat de volgende keer dat we elkaar zien op een jam, dat het anders is, ja. Bedankt voor het kijken naar deze documentaire. Hopelijk heb je ervan genoten. Vergeet natuurlijk dit niet te delen met je vrienden. Reageer wat je het tofste move vond in deze video. En abonneer, like en wij zien jullie de volgende keer. Bam!